Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe taste test. Vandaag hebben wij dus een taste test. Ik ben voor jullie naar de Albert Heijn gegaan en ik heb voor jullie Focus drink gehaald. Focus drink original en Focus drink mango en limoen. We gaan eerst de Focus drink original uitproberen. Dit is een leuk flesje zoals jullie zien. Ik ben fan van Don, minder fan van Royalistic, maar ja, ik wou hun eigenlijk eerst steunen met die video en met die flesjes te kopen en ja. Zoals het riekt, raar, maar we gaan het eens uitproberen. Oh. Disgusting! Zo'n smaak waar ik aan gewoon moet worden. Dat proeft, maar precies naar kauwgomballen. Ik heb nog mensen horen zeggen dat het naar kauwgomballen proeft. Ja, dat proeft naar kauwgomballen. Niet echt een aanrader, maar toch. Ik heb zo'n 2 flesjes gekocht, wauw. En dan hebben we de mango en limoen. Die gaan we ook eens uitproberen. Eens zien wat dat is. Het riekt al wat beter. Proeft ook al wat beter. Niet echt 100% lekker. Maar, ja. Ik zou wel kunnen kantelen. Maar, niet wat te zeggen dat ik dat terug ga kopen. Ik heb nu de domme fout begaan om er 2 te kopen, dus ik moet ze alle. Ik heb een domme fout gemaakt om er 4 flesjes van te kopen. En dus ik moet ze alle 4 gaan kantelen. Het kan zijn dat ik de smaak beter ga vinden door de loop van de tijd, maar nu is het echt geen aanrader voor het drinken. Ik ga toch nog eens een slokje nemen, precies om. Dus, oké. Okay. Als je doordrinkt, is het wel beter. Het wordt na de tijd wel beter. Maar, ja, dat is dus eigenlijk Focus drink. Ik zou het niet aanraden aan mensen van mijn leeftijd, want jullie gaan de smaak niet goed door lekker vinden. En ik vind de smaak wel sava, maar het is niet wat te zeggen dat het wauw is. Ik wil te zeggen dat het revolutionair lekker is en Focus drink, oké. Maar ik weet niet wat Don eraan, nou van Royalistic eraan lekker vindt. Wat Don eraan lekker vindt. Maar er gaat zoveel hype rond die Focus drink. Dat ik het ook wel eens wil proberen. Maar eigenlijk is het dus niet heel lekker. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is er al te Dylan. En hopelijk zie ik jullie guys binnen de volgende video terug. En dan ben ik je boy altijd doen. Joejoe.